Hallo, vandaag um, wil ik het met jou hebben over hoe dat je de vlammen kan gebruiken om je lichaam als een eenheid te gaan heelen. Uh, want deze week sta ik uh, in het teken van het, de alchemie met de vlammen en hoe dat je die kan gaan heelen. Um, en ik ga je ook al een stukje waarschuwen. Uh, ik had eerst uh, de informatie van deze video geschreven voor een blog. Um, en op een bepaald moment voelde ik de energie van Lady Nada. Lady Nada is ook wel bekend als Maria Magdalena. Dus je zal zien uh, of horen. Op een bepaald moment gaat eigenlijk de, de tekst, de content van deze video een stukje veranderen. Het zal een andere manier zijn waarop ik tot jou spreek. En dat is dan omdat ik dan uh, eigenlijk de informatie van uh, Lady Nada uh, channel. Uh, ik heb ervoor gekozen om het toch op te nemen in een video. Omdat um, dit. Hetgeen was. Dat is een poes. <laughs> Voor een plotse heel raar lawaai. Um, dat uh, dus deze energie ook uh, um, belangrijk is en de boodschap dat zij meedeelt heel belangrijk is in deze tijd. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om die uh, boodschap ook mee te geven hier in een video. Ik ben afgeleid door uh, die poes. Van de buren, dat ik daar, die eigenlijk daar mee aan het communiceren is. Nu ja, In ieder geval focus te zien. Um, dus het, uh, je lichaam hielen als eenheid. Waarom? Omdat eigenlijk je lichaam perfect aangeeft, waar het nog niet in balans is. Dat ik zelf ook weer mogen ervaren deze week, waar ik in een andere volgende video wel iets ga verdelen. Um, maar. Wanneer dat er uh, oude, en blokkades zitten in jouw lichaam, dan zal dat eigenlijk jouw zwakke plek worden. Zeker als je er niets mee gaat gaan doen. Nu, een van de deelnemers van het groepsraject Zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn vroeg me hoe je de universele vlammen kan inzetten op verschillende niveaus. Want uh, tijdens de sessie had ik haar immers verteld dat ze de uh, zilveren vlam ook kan gebruiken voor intoxicaties op het fysieke niveau. En dat is niet alleen voor de healing van de vrouwelijke energie, waar dat de meesten misschien ondertussen wel al mee bekend zijn. Um, dus de vrouwelijke energie en onszelf, wat dat weer eigenlijk meer het gebruiken is van die vlam op energetisch niveau. Nu, excuseer, wanneer je begrijpt uh, en je bewust bent dat je eigenlijk de som bent van vele kleinere geheelen, dan zou je ook begrijpen hoe dat het komt dat je lichaam en het leven in het algemeen eigenlijk altijd ijvert naar een status van balans. Homeostase. Wellicht heb je er wel eens over gehoord. En als je Google raadpleegt, dan zou je ook kunnen lezen dat homeostase eigenlijk het proces is waarbij de organismen het inwendige milieu van chemische en fysische processen in evenwicht houdt. Um, of houden. En, uh, ondanks veranderingen in de omgeving waarin dat organisme zich bevindt. En op het, uh, wanneer dat organisme dan faalt in het onderhouden van deze balans, wat dus men homeostase noemt kan het organisme eigenlijk ook uh, gaan sterven. Nu, als je nu kijkt naar je leven, en dat is niet enkel naar je fysieke lichaam, dan is dat eigenlijk ook hetgeen wat je elke dag doet. Probeer je leven te controleren om zoveel mogelijk balans te gaan houden. En te veel van het ene, um, of te weinig van het andere, brengt je uit balans en geeft je stress. Wat dat je dan weer disbalans brengt in je emotionele lichaam, in je mentale lichaam en uiteindelijk ook in uh, je fysieke lichaam. En zo gaat het altijd weer opnieuw. Nu, door de kracht van dit proces te begrijpen, zal je weten dat uh, elke transformatie er uiteindelijk ook is voor je hoogste goed en voor je welzijn. En hiervoor werden die universele vlammen en die steralen ook beschikbaar gesteld. Omdat we gekomen zijn in een periode van de evolutie waar elke ziel zijn verantwoordelijkheid en dus zijn eigen aandeel mag opnemen voor de vormgeving van een nieuwe maatschappij, de nieuwe aarde en uiteindelijk ook zijn eigen leven. Elke ziel is perfect in staat om zichzelf te healen, om hetgeen daar iets in zich aanwezig is neer te zetten in de buitenwereld. Het enige dat eigenlijk ontbreekt is de kennis. En de lang vervlogen weesheid, waarbij dat we wisten hoe dat werd om een energie en een fysiek lichaam te zijn, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de reden waarom dat die universele vlammen uh, er zijn als een tool om dit alles en nog zoveel meer te bewerkstelligen. De vlammen en stralen die kunnen jou inzichten geven, kun je healen, kunnen je transformeren. Ze brengen ook initiaties, verhogen je frequentie door de cellen en het lichaam van je zenuw te gaan versnellen. En door die, dat versnellingsproces worden like, schaduwen, dus plekken waar dat er te lang geen licht en liefde uh, op uh, geschenen is, worden die eigenlijk weer verlicht, zodanig dat je zelf meer en meer een licht wordt. En op dat moment hoef je dan ook niet meer langer afhankelijk te zijn van leraren of healers voor jouw spirituele groei. Zij zijn er nu om jou te helpen herinneren, zodanig dat je weer verbinding kan maken met wie je diep van binnen bent. Zodanig dat je je missie kan gaan stappen en dat jij alle zielen waar dat jij dat weer een afspraak mee hebt, kan gaan ondersteunen in hun groei. En zo geven we samen deze nieuwe wereld vorm. Niet via opstanden, maar via de energie van het hart. En dat is ook de grootste reden waarom dat traject de naam kreeg: zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn omdat je de verschuiving maakt van het ego naar het hart, van het denken naar het voelen, van alleen naar één, van boven naar beneden, dit alles is wat er nu allemaal gebeurt in deze wereld. En wat je ziet verschijnen aan de horizon zijn slechts restanten van de oude wereld. De structuren van deze aarde zijn niet meer. Verbrand en gelijkgemaakt met de grond zijn de assen van dienstziel herrezen in de nieuwe aarde. Klaar om de revolutie van het liefde en licht te gaan leiden, samen met elke bewoner, mens, niet-mens, zichtbaar en niet zichtbaar voor het menselijke oog. Samen en toch ieder voor zich, eenheid vanuit individualiteit. Dat zijn de meesten onder jullie nog aan het leren. Verruim je blik, open je hart en laat je bewustzijn groeien tot verder dan ooit te voeren. Dat is wat wij nu van jullie vragen. Dat is waar wij jullie nu in ondersteunen. Hou van jezelf als van een ander. En nee, dat hebben we niet verkeerd gezegd. Hou van jezelf als van een ander. Kies eerst en vooral het liefde voor jezelf, want alles wat jij doet voor jouw hoogste goed is automatisch goed voor ieder andere ziel betrokken. Vertrouw het grotere geheel en het plan van deze grootse verschuiving. Liefde is de kracht. Liefde is de bron. Liefde is wie jij bent. Neem nu de stappen die je diep van binnen voelt die nodig zijn. Stappen en keuzes die je veel te lang voor je uitgeschoven hebt omdat je het pad nog niet zag. Omdat je dacht dat er niemand voor je zou zijn als je alle teugels en controle losliet. Liefste jij, als jij vertrouwt dat alles voor je hoogste goed is, dat liefde de enige waarheid van het universum is, dan zal jij zien hoe wij voor jou werken. En niet andersom. Je verdient het om in ere hersteld te worden. De goddelijke en krachtige energieën van moeder en vader, van vrouw en man, van de meest bekende zogenaamde dualiteiten zijn in ere hersteld. Verbind jouw energie met de kristallige rit van de aarde, en je zal de lichtcodes ontvangen die je nu nodig hebt volgens de mate van bewustzijn die je nu hebt. Kom later nog eens terug naar deze boodschap en je zal zien dat er informatie is dat je de eerste keer niet in zijn diepste hebt opgenomen. Dat is oké. Okay. Wij zijn hier voor jou en wij leiden alles in goede banen. Het enige dat jij hoeft te doen is van dienst zijn. Liefde elke dag in je leven vormgeven en open zijn om liefde in al zijn vormen te ontvangen. Dit is het licht aan jouw zelfgecreëerde tunnel, mooie ziel. Ga vooruit, zonder vrees. Weet dat er voor je gezorgd wordt? En doe die investering in jezelf niet in materie. Zorg eerst voor het zelf en dan zullen wij voor jouw materie zorgen. Dat is immers ook de werking van de universele wetten. En zo is het. Liefde staat je bij. Liefde geeft je kracht. En oneindige liefde, lichtwezens van de eenheid, onder leiding van Lady Nada. Zo, je merkt dat de intonatie en de, vooral de boodschap um, in het tweede deel van deze video, en dus van de blog ook, als je het wil nalezen kan je het terugvinden op mijn website, um, verandert. Um, maar de boodschap die gegeven wordt is des te belangrijker. Dus... Als je het niet volledig opgenomen hebt, als je het niet volledig mee hebt, alsjeblieft, surf naar mijn website. Daar kan je het rustig nalezen. Ik heb niks aan veranderd, uh, omdat de woorden die zij mij doorgeven en die ik channel, uh, dragen ook die vibratie van die liefde, van die onvoorwaardelijke liefde, waar dat Lady Nada ook uh, geassondeerde meester op is. Zij is ook verbonden met die straal die ook, Um, helpt om ons allemaal te laten ascenderen, om ons allemaal te laten ontwaken naar een hoger bewustzijn, naar een hogere dimensie. Densiteit. Um, dus dat is de reden waarom ik de boodschap gewoon meegeven heb hier in die video. Omdat ik weet dat er mensen zijn die mijn blog niet lezen, maar wel de video's bekijken en omgekeerd. Dus daarom kies ik ervoor om bepaalde informatie van video's uh, of van blogs ook te delen op beide kanalen. Omdat ik uh, mijn. Taak en mijn verantwoordelijkheid is, is om boodschappen door te geven en zoveel mogelijk mensen te bereiken. Want het is nu dat um, mensen dat licht nodig hebben, de mensen die liefde nodig hebben om te weten dat het um, eigenlijk niet allemaal uh, zo erg is als we dat ze denken. Zoals dat, uh, Lady Nada zegt, jouw zelf gecreëerde tunnel. Dus dat betekent ook dat je het ook weer kan zelf veranderen. Alles wat je nu doorheen gaat, heb je zelf gecreëerd, hoe moeilijk het ook is om dat toe te geven. Maar dat betekent dat je ook de kracht hebt om het weer te veranderen. En dat zijn dingen die ik leer aan iedereen die met mij wil samenwerken. Nu, ik ga dat voor nu laten, omdat de uh, diepte van die boodschap zo mooi is en dat ik niet wil ver, 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 verprutsen, als het ware. Dus ik hoop dat je de vibratie en de liefde voelt die uh, door mij heen naar jullie mag stromen. En ik wens je een fantastische dag verder. Dag!